Zo, so, een rustige regenachtige middag met Brian in de tuin. Zoals u weet heb ik een paar weken geleden mijn soekwacht geplant en elke week zal ik de update ervan doen. Ik heb ze geplant op 28 oktober 2021 en Vandaag is uh, 13 november en kijk hoe ze aan het groeien zijn. Dit keer ga ik een andere type voeding voor deze soekwa toepassen. Alleen maar om te kijken hoeveel vruchten die gaan dragen. Tot nu toe heb ik nog niets geconstateerd. De zijtakken heb ik geknipt. Laat die naar boven ranken. Zoals hier. Allemaal heb ik de zijtakken gewoon even geknipt. Laat die naar boven gaan opgroeien. En dat is gebeurd. Kijk hier. De laatste keer, wat ik um, heb uh, bemest, heb ik een beetje ijsschillen erin doorgezet. Dus in het zand. Kijk, het is er nog. De ijsschillen. En om de ene dag, daar spit ik hem even om. Luchtig. Dat doe ik altijd hoor. Met mijn groenten. Even omspitten. Maar, vandaag kunt u zien hoe dat groeit. Lekker groen. Dat heb ik nodig. Eerst geef ik hem uh, meer stikstof. En hij gaat alvast groeien. Oké, okay, de bloemetjes had ik al weggehaald, maar ze komen steeds, maar ik denk niet dat ze bevrucht aan worden. Dus uh, daarom heb ik het ook gelaten. Kijk die hier, klim netjes naar boven. Daar heeft u al een beeld, het is nog geen maand. En groeien heel sterk. Bij deze moet je eerst meer stikstof geven. En aangezien kippenmes meer stikstof heeft, gebruik ik die meer dan koeienmes. En dat bevordert de groei. Maar wanneer de bloeifase begint te komen, vruchten gaat dragen, dan ga ik mijn kippenmest moeten verminderen. En iets anders moeten gebruiken om de productie van deze sukwa te verhogen. Ik heb al in mijn mind wat ik ga gebruiken ervoor. Is dus een kleine proef doe ik gewoon met sukwa Om te kijken hoe dat groeit. En als ik die product gebruik en hoeveel gaat mijn aantal sukwa zijn. Ik klim netjes naar boven. Dus dit is gewoon een kleine uh, moestuintje voor mensen die wat willen planten en wat informatie nodig hebben hoe ze het moeten doen. Dus dat leg ik uh, bij gedeeltelijk uit. Ik zou zeggen: tot, uh, tot volgende week. Daar zult u zien hoe ver de Soekwa groeit, hoe ver de Soekwa al. Is gegroeid, want vandaag is het tot hier. Dus komende week, dan kijken we. Als het hier is al bereikt. <laughs> maar hij groeit goed. Ik zou zeggen met Brian in de tuin. Dit keer de soekwas. De groei ervan. En wat kleine tipjes over de groei. Detis maado. Yeah. Okay.